Mijn naam is Valérie Foucault. Ik doe de richting 6 industriële wetenschappen. En ik ben samen begonnen met het project voor MIGIP met Gina Fernandes en Seth Frausen. Die doen ook allebei 6IW. En we zitten op de school Campus DLX. Ja, en wat is jullie Limburg Stemt Af project? Het project zou gaan over food for thought. Dus we gingen eigenlijk meer nadenken over ons voedsel en over wat wij consumeren en wat wij gingen produceren. Dus we wouden eigenlijk meer gaan opletten om ervoor te zorgen dat de wereld minder CO2 uitstoot heeft. Dus eigenlijk het productieproces dat gebruikt wordt om voedsel te maken, onder de loep nemen om zo groen mogelijk te produceren en zo weinig mogelijk verspilling te hebben. Ja, zoiets. We zijn eigenlijk met de hele school bezig rond dit project. We zijn met verschillende richtingen, houden hier ook mee bezig. Bijvoorbeeld SCW houdt zich dan bezig met de kant van het rondvertellen over vegetarisch voedsel en vlees en al die dingen. En wij houden ons bezig met het technisch gedeelte, zo van groenten efficiënt gaan produceren. Bijvoorbeeld, wij houden ons meer bezig met vertical farming. Wij proberen zoveel mogelijk groenten zo efficiënt mogelijk te produceren. En SCW probeert dan de boodschap rond te brengen dat je eigenlijk met één keer per week geen vlees eet, bijvoorbeeld, dat een heel groot verschil kan maken op de hele wereld al. Ja. Hoe linken jullie de teelt dan eigenlijk aan het technische verhaal? We proberen eigenlijk zo efficiënt mogelijk te telen. Dus we proberen ons het digitale gedeelte in te voeren bij het landbouw bijvoorbeeld, zodat we meer op verschillende plekken bijvoorbeeld kunnen gaan telen. Niet alleen op open plekken, bijvoorbeeld dat we in een kelder kunnen gaan telen. Of dat we de omstandigheden die je in de open lucht met de regen en zo allemaal kunt perfectioneren onder de grond bijvoorbeeld. Dus alles vertical farming bedoelt eigenlijk dat we meer plek hebben om veel meer groenten te produceren. We willen naar een groenere wereld toe. Je wil ook het CO2-verbruik verminderen. Hoe past dat in jullie verhaal? Kijk, we hebben eigenlijk onderzocht hoeveel CO2 er uitstoot er eigenlijk komt van voedsel produceren zoals koeien en al die andere dingen. En dat is eigenlijk zelfs het dubbele van alle voertuigen hier samen in België. En dus dat is extreem veel. En die CO2-uitstoot komt eigenlijk van het maken voor het voedsel van de koeien, voor al die water die je nodig hebt voor de groenten voor de koeien en al die dingen. En als we nu die groentes rechtstreeks zouden consumeren via ons bijvoorbeeld, zouden we veel minder verspillen en zouden we ook een heel groot verschil maken. Ja. Heb je externe partners in dit project? We zijn in contact eigenlijk met onze leerkracht en die leerkracht is een zoon, is bio-ingenieur bij de Universiteit van Leuven. En daar hebben we ook contact mee. We proberen daar ons project samen mee verder te zetten. We zijn ook in contact met een paar bedrijven, bijvoorbeeld PC Fruit, waar we eventjes in contact mee hebben. We hebben gekeken wat hun doen en hoe hun vertical farming toepassen en al die dingen. Maar we zijn nu wel nog aan het kijken naar welke bedrijven het best toepasselijk zijn bij ons project en die ons het best kunnen helpen eigenlijk. Ja. Proficiat. Succes met uw project. Ja, dankjewel.